Goedendag bij deze les informatiekunde. Ik ben Fred Truijen, uw docent. In deze les gaan we het hebben over informatie. Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelen we daarmee? En wat zijn wetenschappelijke inzichten daar rond? En voor het zoeken naar betekenissen is het in Vlaanderen en Nederland althans altijd een goed idee om eens te gaan kijken in het Van Dale woordenboek. Het is wat men noemt een normatief empirisch woordenboek, in die zin dat wat in Van Dale staat eigenlijk gebaseerd is op het onderzoeken van de feitelijke taal. Dat doet men aan de hand van kranten, weekbladen, boeken, allerlei media waarin taal voorkomt, waar men dan gaat kijken hoe woorden zich gedragen. Heel wat belangrijk onderzoek in die zin wordt trouwens aan onze faculteit hier in de letteren gedaan bij professor Dirk Gerards. Aan de andere kant is Van Dale natuurlijk ook ergens een normatief woordenboek, omdat we het vaak gaan gebruiken om wat we dan noemen de juiste betekenis van een woord te achterhalen. Nu, wat zegt Van Dale over informatie? Wel, voor Van Dale is informatie alles wat als een bericht, als overdracht van kennis iets of iemand bereikt. En daar moeten we toch iets meer over zeggen. Het wonderlijke is dat als we die betekenis hier voor ons nemen, dat, zoals we later zullen zien, dat vrij sterk overeenkomt met wat de wetenschappelijke literatuur daar ook over te vertellen heeft. Informatie blijkt heel nauw verbonden te zijn met communicatie. Het gaat altijd, een stukje informatie is altijd een of ander bericht. En heeft altijd te maken met een overdracht. Nu, kennis is hier misschien wel een sterk woord. We zullen zeker moeten nadenken of informatie en kennis wel een en hetzelfde is. Er zijn veel redenen om te denken van niet. Maar sowieso klopt het dat we maar van informatie gaan spreken wanneer iemand geïnformeerd wordt. Wanneer dat bericht dus iemand bereikt. Dat is de belangrijkste betekenis van informatie die ons hier aangaat. Er zijn, zoals je ziet, ook andere betekenissen, maar daar hoeven we hier niet echt op in te gaan. Wanneer we gaan kijken naar de literatuur over het concept informatie, dan wil ik hier een enorme fast forward doen doorheen heel wat geschiedenis. Het is zo dat per uitzondering we toch kunnen zeggen dat onze vaste waarden Plato en Aristoteles zich niet echt gewaagd hebben aan een informatietheorie die we nu nuttig zouden kunnen inzetten. Informatie zoals we dat nu in onze samenleving kennen, is eigenlijk een zeer recent gegeven en de grondleggende theoretische reflectie daarover die komt toch vrij laat, namelijk aan het eind, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Meer bepaald met Claude Shannon, die in eminent wiskundige, die eigenlijk in 1948 een Mathematical Theory of Communication schreef, een artikel in de Bell System Technical Journal, waarin hij eigenlijk vanuit een typische ingenieurshouding een wiskundige formulering probeert op te bouwen rond hoe je communicatie zou kunnen tot stand brengen. En dat artikel heeft vrij onmiddellijk een bijzondere impact gehad.
het ligt eigenlijk ten grondslag aan onvoorstelbare evoluties die geleid hebben tot een heleboel technologieën die we nu, waar we nu mee vertrouwd zijn. Dat kan gaan over de CD-ROM, maar dat gaat ook over allerlei telecommunicatiesystemen die eigenlijk toch allemaal in deze theorie hun grondslag vinden. Het artikel had zo'n weerslag dat het een jaar later als een apart boekje is verschenen met een heel goed verteerbaar voorwoord van Warren Weaver. Er staat eigenlijk niet zoveel wiskunde in dit tekst en zeker niet in dat voorwoord. Dus je kan dat zeker eens overwegen om te lezen. Het lijkt me toch een boekje dat je, zeker als student van deze generatie, eens gezien moet hebben. Nu, wat zegt Shannon daar? Wel, voor hem is informatie, is dat, spreken we daar eigenlijk maar over in het kader van informatieoverdracht. En in dat geval is er sprake van een transmitter of een verzender die een bepaalde boodschap naar een ontvanger of receiver wil verzenden over een kanaal. Dus zo'n kanaal, dat kan eender wat zijn dat geschikt is om informatie over te dragen. Dat kan een elektrische stroom zijn, dat kan geluid zijn, dat kan infrarood zijn, dat kan licht zijn. Alles waarmee we eigenlijk een boodschap kunnen overbrengen, kan als kanaal dienen. Dat kunnen rimpels op een wateroppervlak zijn. En je ziet hier het model zoals het in het artikel ook beschreven staat. Je hebt dus een informatiebron waarin we een boodschap gaan coderen voor een bepaald kanaal. En de verzender is dus eigenlijk een apparaat dat in staat is de boodschap over dat specifieke kanaal te gaan overdragen. Dat gaat dan een signaal produceren dat verstuurd wordt over dat kanaal. En dat dan aan de andere kant bij de ontvanger gaat ontvangen worden. En je ziet dat hier meteen bij staat dat er een soort ruis in rekening moet gebracht worden. Dat zit van meet af aan in de theorie van Shannon, dat er eigenlijk een signaal-ruisverhouding is die eigenlijk gaat bepalen welke performantie dat informatiesysteem heeft. Het heeft hiermee te maken dat natuurlijk de ontvanger niet alleen signalen gaat ontvangen die rechtstreeks verstuurd zijn door de verzender. Daar gaat daar wat ruis bij zitten. En dan is de vraag, hoe kan de ontvanger op een correcte manier de oorspronkelijke boodschap terugreconstrueren? Misschien om heel kort toch nog daar verder op in te gaan. Een signaal is zo'n basisonderdeel van communicatie. Dus een signaal is wat je gaat versturen over dat kanaal om die boodschap over te brengen. We onderscheiden dat best van een teken en een symbool. Bij tekens gaan we ervan uit dat iets een aanduiding is van iets anders, zoals een donder een teken kan zijn van bliksem. En bij een symbool gaan we ervan uit dat die tekens geïnterpreteerd kunnen worden op basis van een voorafgaande afspraak. Waarbij we zeggen, kijk, dit teken, daarvan spreken we af, dat kan de letter A zijn, en daarvan spreken we af dat het dit betekent. En in zo'n geval spreken we van een symbolische relatie. En signalen kunnen natuurlijk voor ons zowel teken als symbool zijn. En typisch in computers gaan we signalen interpreteren als symbolen. Een computer is dan ook een symboolverwerkende machine. Nu, Shannon gaat aan dit eenvoudige schema dat je wellicht ooit al in een humaniora hebt gezien, over hoe een boodschap wordt overgedragen tussen verzender en ontvanger.
en daartoe gecodeerd wordt op maat van een kanaal. Shannon gaat daar eigenlijk een theorie over wat dan die boodschap is aan vasthangen. En zijn theorie is louter kwantitatief. Hij gaat eigenlijk informatie beschouwen als iets wat in een maat gevat kan worden, een informatiemaat. En die maat hangt af van de mate van voorspelbaarheid van de verstuurde boodschap. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat we maar een boodschap gaan versturen wanneer de ontvanger geen volledige zekerheid heeft over de inhoud van die boodschap. Als ik op voorhand ga weten welke boodschap ik ga ontvangen, ja, dan hoeft die boodschap niet meer. Dus de mogelijkheid om geïnformeerd te worden, de mogelijkheid dat je een zinvolle boodschap ontvangt, hangt er natuurlijk vanaf van de mate waarin dat je niet op voorhand volledig kan voorspellen wat er gaat komen. En dat maakt ook uit dat hoe lager die voorspelbaarheid is, hoe hoger de informatiewaarde eigenlijk van de boodschap. En Shannon zal dan zeggen hoe hoger de informatiemaat, en dat noemt hij entropie. We kunnen dat misschien als volgt tonen. Je gaat in zo'n systeem van boodschappen uitwisselen kunnen berekenen hoeveel tekens je minimaal nodig hebt om zinvol en door de ontvanger onderscheidbaar een groep boodschappen te kunnen overbrengen. Dus het hele idee is dat de ontvanger in staat moet zijn om ondubbelzinnig elke boodschap te decoderen. En je kan dan makkelijk aantonen dat als je 8 verschillende boodschappen zou willen overbrengen van A naar B, en je hebt bijvoorbeeld afgesproken dat we 2 vlaggetjes gaan gebruiken. Het zijn bijvoorbeeld 2 scouts die aan de ene staan aan de rand van een veld en de andere aan de overkant. En ze gaan dus met vlaggetjes signalen naar elkaar overbrengen. En men heeft 2 vlaggen, een groen en een geel vlag. Dan kunnen we gemakkelijk aantonen dat door 3 opeenvolgende tekens te geven, je ondubbelzinnig 1 van die 8 verschillende boodschappen kan doorgeven. Stel dat je eerst een groene vlag opsteekt, dan kan de ontvangende boodschap volgens dit schema alleen nog maar 5, 6, 7 of 8 zijn. Steek je daarna een gele vlag omhoog, dan komen alleen nog 5 en 6 in aanmerking. En als je dan tenslotte terug een groene vlag omhoog steekt, dan weet de ontvanger dat het om de boodschap 6 gaat. We zeggen dan ook dat de informatiemaat van deze communicatietaal en van zo'n van deze communicatie eigenlijk het logaritme op basis 2 van 8 is, dus 3. Je moet 3 keuzes maken om die 8 mogelijkheden te kunnen voorspellen. Nu laten we eens wat dieper kijken naar zo'n codering. En stel dat we nu een taal hebben, zogezegd, met 4 woorden. De taal M heeft 4 verschillende woorden die ik wil kunnen ondubbelzinnig overdragen naar een ontvanger. Wel, klassiek gaan we dat als volgt coderen. Dat hebben jullie wellicht ooit al gedaan. Dus je gaat A coderen met 2 bits, in dit geval 0,0. Dan B 0,1, C1,0 en D1,1. Binaire codering is natuurlijk de meest eenvoudige codering. Je hebt 1 verschil. Dat is de meest minimale vorm van codering. Is uiteraard een binaire codering waar je vanuit het geringst mogelijke verschil tussen je signalen uitgaat. Nu, dat is een klassieke manier om dit te coderen, maar laat ons eens kijken naar een alternatieve methode om dat te coderen. Waarbij we eigenlijk ervan uitgaan dat gezien informatie maar kan ontstaan als de ontvanger niet 100% kan voorspellen welke boodschap er eigenlijk gaat komen. Wel, daar volgt eigenlijk uit
dat die boodschappen een verschillende frequentie hebben. Hè. Moesten al die boodschappen een gelijke frequentie hebben, dan zou na verloop van tijd er een vast patroon in de communicatie ontstaan en zou die taal geen informatie meer kunnen overdragen. Dus we gaan altijd zien dat er bij communicatie verschillende frequenties zijn van de boodschappen die daar worden uitgewisseld. En stel nu dat het toevallig zo is dat het woord A gemiddeld 50 keer voorkomt in een communicatie, B 25 en C en D elk gemiddeld 12,5% van de keren. Wel, dan heeft het zin om de boodschappen in die volgorde te sorteren en zo weinig mogelijk bits te gaan gebruiken om de meest frequente boodschap over te dragen. Het is toch duidelijk dat je, als je een boodschap heel vaak moet gaan geven, dat je daar een zo kort mogelijk woord voor wilt gaan gebruiken, dat je daar zo klein mogelijk teken voor wilt gaan gebruiken, om je inspanningen te beperken. Stel dat je een kot hebt en onderaan is er een klein winkeltje en daarboven zitten studenten en je hebt een soort morsecode voor de belletjes, dan ga je natuurlijk de bel van het winkeltje als één druk op de knop nemen en misschien voor een student die er niet vaak is een langere morsecode gebruiken. Zodanig dat de effort een beetje proportioneel is aan het doel dat je wilt bereiken. Dus in dit geval zouden we kunnen overwegen om maar één bit te gaan gebruiken wanneer we A willen overdragen. En dan daar telkens een significante bit aan gaan toevoegen als we complexere boodschappen willen geven. Dus B zouden dan 1-0 coderen, C en D 1-1-0 respectievelijk 1-1-1. Nu, stel dat we dan ongeveer 120 boodschappen met elkaar uitwisselen, wel dan weten we dat we ongeveer 60 keren gaan A uitgewisseld hebben, 30 keer B en 15 keren C en D. De eerste codering, de klassieke binaire codering, zou ons eigenlijk 120 bits kosten. Dus 2 bits per boodschap. Dus voor A zouden we 120 bits en in het totaal 240 bits. Nu, wanneer we gaan kijken naar die tweede codering, dan zien we dat we voor A ook maar 60 bits gaan gebruiken. We hebben 60 boodschappen, maar die zijn telkens maar 1 bit lang. Dus we gaan maar 60 bits daar gebruiken. B blijft eigenlijk hetzelfde en C en D zijn ietsje duurder. We gaan 45 bits in plaats van 30 verstoken om boodschap C over te dragen. Maar in het totaal hebben we evenveel boodschappen kunnen versturen met maar 210 bits in plaats van 240. En dat is wat, je kan daar een algoritme voor bedenken om dit soort codering toe te passen. Een heel bekend is de Huffman-codering. Het Huffman-algoritme zegt eigenlijk dat je sorteert je woorden in dalende frequentie. Je pakt het meest voorkomende woord, je geeft dat 0. Dan pak je al de rest samen onder een nieuwe tak die je codeert met 1. Je neemt daar en dan doe je weer opnieuw hetzelfde. Je pakt de meest voorkomende boodschap, codeer je met 0. Pakt al de rest samen, codeert dat met 1. Op die manier krijgen we opnieuw deze codering. Je gaat op Wikipedia, zowel in de Nederlandstalige als Engelstalige versie van Wikipedia, ga je een vrij correct en goed artikeltje over Huffman-codering vinden. Ik raad u sterk aan om dat even te bekijken. Nu, wanneer we naar deze codering kijken, dat is eigenlijk een codering die er rekening mee houdt dat die boodschappen een verschillende waarschijnlijkheid van voorkomst hebben.
Terwijl de codering die we gebruikt hebben in dat voorbeeld van die scouts, hè, waar we zeiden, het is eigenlijk de informatiemaat, is het logaritme, basis 2 van 8, dus van het aantal woorden, daar gingen we er eigenlijk van uit dat elke boodschap even waarschijnlijk kon zijn. Nu hier gaan we eigenlijk zeggen dat die boodschappen niet allemaal even waarschijnlijk voorkomen. En gaat de informatiemaat dus berekend worden als volgt, hè, het logaritme basis 2 van 1 gedeeld door de probabiliteit van elke individuele boodschap. En de laatste noemen we de surprisal value, de verrassingswaarde van de boodschap. Het geheel van de informatie die bij de verzender zit en die hij dus wilt verzenden, is dan de som van telkens de probabiliteit van de voorkomst van een boodschap maal de informatiewaarde van die individuele boodschap. Maar laat ons dat even uitleggen aan de hand van een voorbeeldje. Stel dat ik een perfect gebalanceerd muntstukje heb, hè, waar ik kop of led mee wil gaan gooien. Dan weten wij uit ervaring dat we ongeveer in de helft van de keren dat we gooien, kop gaan gooien, in de andere helft led. Hè. Alleen weten we natuurlijk nooit wat er eerst gaat vallen, in welke volgorde. Het kan goed zijn dat we beginnen met 3 keer kop te gooien. Hè. Dat is allemaal afhankelijk van toeval. Maar een perfect gebalanceerd muntstukje geeft dus bij een voldoende aantal worpen ongeveer evenveel keren kop als led. En dat betekent dat de probabiliteit van voorkomst van kop en led gelijk zijn. We drukken dat hier uit als een probabiliteit van 0,5 elk. Wat is dan de verrassingswaarde van het gooien van kop bijvoorbeeld? Wel, dat is het logaritme op basis 2 van 1 gedeeld door 0,5, dat geeft u 1 bit. Kan dat makkelijk op een wetenschappelijke rekenmachine even narekenen of in Excel uiteraard. Voor led krijgen we ook 1 bit. En de volledige informatiedracht die het gooien van zo'n kop- of ledmuntje kan teweegbrengen, is dan de probabiliteit van kop maal de verrassingswaarde van kop, hè, dat is 0,5 maal 1, plus de probabiliteit van led maal de verrassingswaarde van led, geeft ook 1 bit. Dus in het totaal krijgen we eigenlijk 1 bit aan informatie die per worp wordt overgedragen. Nu, laat ons eens kijken naar een ongebalanceerd muntstuk. Dus stel dat een of andere valsspeler aan dat muntje heeft zitten veilen, zodanig dat het een beetje hol is aan één kant en het dus veel waarschijnlijker met die kant naar beneden, met de andere kant naar beneden gaat vallen. Dus in feite heeft die bedrieger ervoor gezorgd dat dat muntje bijna altijd kop geeft. En stel dat dat ongeveer in 9 van de 10 gevallen is, dan krijgen we dus een probabiliteit van kop van 0,9 en een probabiliteit van led van 0,1. Wel, de verrassingswaarde van het gooien van kop is hier het logaritme op basis 2 van 1 gedeeld door 0,9. Dat geeft 0,15 bit. Dat is ook intuïtief, hè? Dus je gaat maar heel matig verrast worden dat het kop is, omdat het 9 op de 10 keren kop is. Terwijl wanneer ik led gooi, wel, dat is een vrij uitzonderlijk gebeuren, dus dat geeft liefst 3,32 bit aan verrassingswaarde. Wanneer we nu gaan kijken welke informatie gemiddeld wordt overgedragen door dit systeempje, hè, dit binaire systeempje, kop of led, dan krijgen we eigenlijk in totaal 0,467 bit.
Dus dit ongebalanceerde systeem gaat gemiddeld minder informatie kunnen overdragen dan het perfect gebalanceerde systeem. Goed, een laatste dingetje dat we hier nog bij moeten vermelden is, hoe zit het dan bij de ontvanger? En daar komen twee concepten bij die we toch goed moeten begrijpen. Eigenlijk kan je de informatie bij de ontvanger op twee manieren uitdrukken. En Shannon toont in zijn artikel eigenlijk aan dat die equivalent zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat de informatie die van S komt en bij de ontvanger toekomt, dat dat gelijk is aan de informatie die de ontvanger dan krijgt, min de ruis. De ruis is eigenlijk informatie die door de ontvanger ontvangen wordt, maar die niet door de verzender verzonden is. Bijvoorbeeld in een telefoongesprek, en zo oude analoge telefonie, daar zat nogal eens wat ruis op, dan hoor je dus als ontvanger dingen die de verzender niet zegt. Of bij een slechte Skype-verbinding heb je dat ook nog. Dat je daar misschien geluiden bij krijgt die natuurlijk niet van de verzender afkomstig zijn. Dat noemen we ruis. En natuurlijk, je wilt een goede signaal-ruisverhouding bekomen, zodanig dat je er toch nog in slaagt om te kunnen reconstrueren wat de verzender eigenlijk allemaal gezegd heeft. Shannon toont eigenlijk aan dat dat gelijk is aan de informatie bij de verzender min de ambivalentie. Nu, ambivalentie, dat gaat hierover dat de verzender eigenlijk twee verschillende signalen uitzendt, maar dat de ontvanger maar één signaal ontvangt. En dat hij eigenlijk het onderscheid tussen die twee verschillende signalen niet kan maken. Ik heb zelf een beetje dat probleem dat als ik telefonisch met iemand spreek, de uitspraak van sommige medeklinkers en sommige klinkers niet voldoende is, zodat de ontvanger het goed kan horen. En vooral als ik mijn familienaam moet doorgeven, dan wordt dat vaak nogal eens verkeerd verstaan. Men denkt dat het TND is en de UNA enzovoort. Dat is eigenlijk ambivalentie. Dus de verzender verzendt twee signalen en de ontvanger hoort er eigenlijk maar één, of kan er maar één onderscheiden. Zo, dat is eigenlijk wat voor ons belangrijk is dat Shannon heeft bijgebracht aan de informatietheorie. Informatietheorie is dan ook een basiswetenschap, het is een wiskundige discipline die aan de grond ligt van heel wat telecommunicatiewetenschappen, computerwetenschap, allerlei moderne onderzoeksterreinen zoals cryptografie en dergelijke, die eigenlijk allemaal teruggaan op die theorie van Shannon, waarbij hij eigenlijk ons laat verstaan dat informatie te maken heeft met de frequentie van een boodschap. Dus hoe vaak een boodschap voorkomt, gaat een impact hebben op de betekenis die die boodschap voor ons heeft. Die gaat minder informatieve waarde krijgen. Ik geef u een voorbeeld. Wanneer twee schepen met lichtsignalen met elkaar communiceren 's nachts, om dus geen radiosignalen te moeten verzenden minder makkelijker misschien door vijandige vliegtuigen detecteerbaar te zijn, kan men dus van schip tot schip met lichtsignalen gaan gegevens uitwisselen. Wel, het spreekt vanzelf dat als dat licht altijd aanstaat, dat er geen boodschap kan overgedragen worden. Het is maar wanneer je een onzekerheid is, je weet niet welk signaal er gaat komen, dat er informatieoverdracht kan plaatsvinden. En dat is eigenlijk de kern van Shannon's boodschap. Zo maken we ook in de natuurlijke taal een onderscheid tussen ruiswoorden, de, het, een,
eigenlijk woordjes die zelf heel weinig inhoud hebben en woorden die complexer zijn en minder vaak voorkomen en dus veel belangrijker informatie bevatten, hè, zoals studie, voortgangs, efficiëntie bijvoorbeeld, hè. Die minder frequente woorden hebben een hogere informatiewaarde. En dat is natuurlijk ook iets wat zoekengines zoals Google gaan gebruiken om informatie op websites te gaan indexeren, zodanig dat wij daar makkelijker naar kunnen zoeken. Dus ook daar gaan we zien dat die inzichten van Shannon eigenlijk wel een impact hebben. Hier zie je nog eens schematisch weergegeven, hè. Dus je hebt het geheel van informatie bij de verzender, je hebt het geheel van informatie bij de ontvanger en dan in de doorsnede de informatie van de verzender die bij de ontvanger correct aangekomen is. En op die slide eindigen we deze les.